Een goeiedag allemaal. Ik wou het vandaag eens hebben over iets heel banaals, iets heel gewoons en iets heel lekkers. Gewoon over een frietje. Een zakje friet. Wie lust dat niet, hè, zou ik bijna zeggen. Maar wat mij de laatste tijd nog alles opvalt, en ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, het hangt er vanaf natuurlijk wat je komt. Maar dan bestel je een zakje friet, en dan, of met een beetje mayonaise erbij, dat maakt niet uit, maar neem nou eens zonder mayonaise en je gaat zitten eten. Dan denk je dat je een mooie frieten krijgt. Maar ik kom bij steeds meer van die frietzaken binnen. En dan zie ik allemaal van die kleine frietjes. En dan vraag ik mijn eigen af. Nonde, tju. We hebben toch prachtige erpels als frieterpels in de akkerbouw. We maken toch een prachtig product. En hoe komen ze nou toch in godsnaam? Allemaal van zulke kleine prutfrietjes die er dan in zitten. En een enkele lange zit ertussen. En maar voor de rest, dan is het eigenlijk allemaal kachelhout. En dat wil niet zeggen dat dan de smaak direct minder is hoor, dat ga ik nou niet direct zeggen, maar je krijgt toch niet een mooi frietje en dat wil dat toch eigenlijk hebben als jij een zak friet koopt. En dan, ja, dan vraag je wel eens aan zo'n frietboer, tenminste dan neem ik dan, die vrijheid neem ik dan, maar dan zeg ik, god jongen, waar al die werpels vandaan? Ja, die heb ik hier vandaan of daar vandaan, of dat zijn frietwerpels ergens dan. Als je dan nog vraagt bij sommigen wat is het voor ras, dan weten ze dat niet eens, maar ze nemen maar af waar het vandaan komt. Maar dat moet eigenlijk veranderen, want ik vind daar eigenlijk niks aan. Ik vind het zonde. Je wilt toch een lekkere, goede frietje hebben, dat een beetje vol is. En we kunnen dat makkelijk, en toch gebeurt het niet. Dus ja, wie gaat daar nou de kat de bel aanbinden? Maar het is niet overal zo, hè. Laat ik nou wel, als jij bij McDonald's een frietje gaat halen, dat zijn natuurlijk heel andere frietjes dan normaal in de grote frietzaken. McDonald's frietjes, dat zijn, je weet, misschien de meeste van jullie zijn het misschien wel eens geweest, dat zijn dan van die lange, toch wel mooie lange, maar dunne frietjes. Die smaken goed, maar dat is natuurlijk een totaal ander soort frietje dan dat jij normaal bij een frietboer ergens bij een snackbar in de stad of het dorp haalt. Dat is een heel ander spul dat je dan krijgt. En toch, ik ben onlangs was ik aangenaam verrast. Ik was in Den Haag en ik loop daar door de Spuistraat en dan kom ik bij een frietman en die heet Bram Ladage, geloof ik, Bram Ladage, en die maken zelf de eigen frieten. En ik heb daar eens staan kijken in die frietzaak en ja, het is gewoon zo van de tent buiten, loopt heel goed. En daar liggen dan de zakken met gewassen erpels, schoon geschild, maar ze moeten nog wel door de frietsnijder gehaald worden. En dat doen ze zelf, ze kopen ze niet bij Fridoor of weet ik waar, de hele grote dozen voorgebakken friet, dat is allemaal niks op tegen, dat zal allemaal best goede friet zijn, maar dat is toch anders. Die maken ook de eigen friet en die Ladage, die heeft geloof ik zo'n stuk of 16 zaken in Niel, in Rotterdam en Utrecht en Den Haag en die maakt prima friet. En wat doen ze dan? En daar kan het natuurlijk ook misgaan, want kijk, ik heb hier een erpel, dat is nog niks bijzonders, want dat schoof ik een Lady Crystal uit in de zak. En ik heb er hier nog een. Kijk, je kunt van allebei die erpels kun je natuurlijk een frietje maken. Nou kun je van deze erpel, en dat is niks nieuws natuurlijk, want als je hem zo snijdt, dan heb je natuurlijk allemaal zulke lange frieten. Hè? Ja, dat is duidelijk. Maar wat zag ik nou ook zelfs bij die Ladage, want dan mes ik dat dan die friet stond te snijden. Die had het hartstikke druk. Dus je pakt elke keer zo'n erpel en nou, ik denk dat mensen s'avonds behoorlijke spierballen krijgt, want je moet nogal behoorlijk wat trekken om zo'n grote patat door die frietsnijder te halen. Maar in de naast, wat gebeurt er? Ze zet die erpel zo, maar die valt zo. Dus ze snijdt. Ja, en nou snap ik ook waarom dat je soms van die kleine frietjes krijgt. Want kijk, als je hem zo doorsnijdt, ja, dan heb je hem niet zo lang als je hem zo doorsnijdt. Dus daar stond ik wel even van te kijken. Maar als je geïnteresseerd bent om eens een keer naar die website van die Ladage te gaan, dan moet je een mooie website, dat is gewoon www.bramladage.nl. En daar stel ik een filmpje op, dan kun je zien hoe hij dat met zijn patatten doet. En dat zijn allemaal bindjes, zeggen ze hoor. Ik vroeg het al naar mensen in die zaak, zeg, wat zijn er nou? Bintjes zijn zonder enige aarzeling, en dat zal ook wel, want ja, bintje is nog steeds, dat weten we allemaal, een prima patat voor een frietje te maken. Dus, wat doen ze nog meer? Ze gebruiken, want ze weten het goed te verkopen, kunnen we echt zo zeggen, ze gebruiken zeezout en ze bakken ze in slaaiolie. En die wordt geregeld ververst. En ze zeggen, maar ja, dan kunnen we natuurlijk wel even
een vraagteken bij zetten, maar goed, dan moeten ze dat zelf weten. Ze verkopen het gezondste frietje van heel Nederland. Nou, friet is niet ongezond, laten we eerlijk zijn. Alleen als je er natuurlijk verschrikkelijk veel van eet, maar normaal gesproken kun je van een frietje echt, echt niet ziek, in tegendeel. En wat dat nou is, die frietsnijer bij hun, die is zo dik, die maken frieten allemaal zo dik als mijn duim. En dat is, en als ze nou goed gebakken zijn, krokant, dan zeg ik, nou kijk, hier krijg ik nou een stukje, een zachtje friet, ook in een puntzak, echt, want dat hoort natuurlijk, het hoort eigenlijk in een puntzak, niet in zo'n kunststof bakje, in een puntzak, en nou, dat smaakt prima. Alhoewel, smaken, daarover van die twisten natuurlijk, hè, want ik kwam die dag eigenlijk een klein beetje op de friettoer, ik had er voor die tijd, waar ik eerst nog zo'n zakje of zo'n bakje gaan halen bij McDonald's, ook in Den Haag. En dat smaakt er ook prima, moet ik eerlijk zeggen. En toen liep ik deur en toen kwam ik in die spuistad. Ik dacht, ja, nou, ik zag ze daar bezig. Ik dacht, ja, kan er eigenlijk niet voorbij. Daar moet ik ook een frietje halen. Dus ik haal er ook een frietje. Ik ben dik over tevreden, dat kun je wel geloven. Ja, en waar alles. Ik was kort geleden nog in Antwerpen. Hè. In Antwerpen, ja, België en friet. Dat is toch eigenlijk iets wat bij elkaar hoort, zoals Nederland met kaas. Of klompen in België friet. Maar daar hadden op de Groenplaats, op de hoek van de Groenplaats, had ook zo'n frietman zitten. En ja. Klein zakje, bedrijfse friet, met zorg, zal niks van zeggen. Maar ook daar kreeg ik verdorie weer zo'n zak met friet. Terwijl de langste was zo. Ja, dat vind ik dan toch erg zonde. Ja, dat is mijn gevoel dan. Maar als het bijvoorbeeld die smaak komt, op zondagochtend, dan kun je ook friet kopen. En daar hadden van die zo'n frietzaak staan. Allemaal zulke frieten, prachtig. En met Belgische mayonaise erbij. Ja jongen, je weet niet wat geproefd. Maar wat gaat het mij nou om in dit praatje? Dat wij als akkerbouwers een mooi product leveren, een prachtige erpel. Kijk, ja, dit is er ook in. En daar kun je natuurlijk ook een frietje van maken. En of deze, nou is deze nog klein. Maar als wij dat product hebben, wij hebben het in Nederland, dan vind ik ook dat we daar gebruik van moeten maken. En dan moeten die frietboeren niet onderling de zaak zitten verjuinen en natuurlijk allemaal verkeerde friet serveren, want dat slaat dan terug op ons product. Dus mensen, als je frietje koopt, let er nou eens op. Als er allemaal kleintjes tussen zit, spreekt die frietboer erop aan en vraag als die voortaan grotere erpels gebruikt. En zegt dan ook, en vraag ook gelijk eens aan hem, wat voor ras dat hij gebruikt. Want 10 tegen 1, dat hij het niet weet. Het is friet, zegt hij dan. En daarmee afgelopen. Maar daar nemen we geen genoegen mee. Dus mensen, dat was voor vandaag. Kijken, het is al bekend tijd. Ik denk dat ik nog eens om een frietje ga en dan ga ik eens kijken hoe lang deze zijn. Maar even doe ik ze wel. Houdoe en tot volgende keer.